Vlogger Loekie doet een onderzoekie. En met deze vlogger ga ik in gesprek. Hi, ik ben Loekie. Ik woon al mijn leven lang in Utrecht en ik zoek dingen voor je uit. Ik weet niet of het je opvalt, maar ik hoor nergens meer plat Utrechts praten. Kijk, van mezelf weet ik dat ik een platte A heb, dat ik de thee vergeet achter de brug en dat ik hem neerzet achter Brommen. Ik vlog vooral over dingen die ik in Utrecht tegenkom, waarvan ik zelf niet weet wat het is. Dus als ik ineens, er zit ineens allemaal gras, groeit er op die bushokjes. Dan denk ik, nou, dat zal weer wat met milieu te maken hebben. Maar dan, waarom groeit de gras op de bushokjes? Of Utrechts water is heel erg lekker. En waar komt dat dan vandaan? Waarom is dat lekkerder dan in Amsterdam? En ik merk natuurlijk heel erg om me heen dat haast niemand meer Utrechts praat. Dus sterven we uit met z'n allen? Sterven de Utrechters uit? Of hoe zit dat? Dus dat soort dingen. Dus dingen die ik me afvraag. En waarvan ik denk dat andere mensen het ook leuk vinden om te weten. Utrechters. Koningsdag? Serieus? Hoe serieus is Koningsdag? Ik sta hier met Timon en Timon is een hele serieuze Koningsdag meneer. Hallo Timon. Dag Loekie. Nou, zo serieus ben ik niet hoor, maar ik vind het gewoon erg leuk om mee te helpen voor een leuke Koningsdag. En wanneer ben je met vloggen begonnen? Dat was niet deze gemeenteraadsverkiezingen, maar die ervoor. Toen werkte ik voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is eigenlijk los van de gemeente. Dat zijn twee dingen. En die hebben een eigen administratieve afdeling, de Griffie. En de Griffier die vroeg, wil je vloggen? En dan zei ik van nee joh, daar is mijn hoofd veel te oud voor. Je moet een jong meisje hebben met vragende ogen. En zei ze, nee, doe het nou wel. Zei, nou, maar wel dan, zoals op mijn manier. Op Koningsdag wordt er best veel gedronken. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen, het is zo. Dan moet je plassen. Voor mannen staan er dan van die pispalen. Jullie noemen dat geloof ik plaskruizen. Maar waar laten vrouwen nou hun plasje? Ja, vrouwen laten dat of ergens binnen bij een horecabedrijf of mensen die hun huis ervoor openstellen. We hebben dixies neergezet en op het aantal plekken staan wagens. En daar moeten ze dan 50 cent voor betalen, want die worden schoongehouden. Welke vlog vond je nou zelf het leukst om te maken? Sterven echte Utrechters uit. Omdat ik het heel jammer vind dat Utrechts verdwijnt, gewoon een taaltje. Op de een of andere manier heet Utrechts asociaal en is Amsterdams leuk. En Rotterdams grappig en Den Haags ook prima. Maar Utrechts, dat schijnt dan niet te mogen. En ik vind het heel jammer dat het verdwijnt, want we zijn natuurlijk net zo goed een accent of een dialect, hoe je het wil noemen, als die andere drie. Dus die vond ik heel leuk om te maken. Ook om te horen hoe het Utrechtse personeel probeerde de Arbeienbaverewa uit te spreken. Dat ze niet lukte, ja. En wat ik ook heel erg leuk vond is, waar komt de naam vandaan? Waarom heet Ondiep Ondiep? Waarom heet de straatweg straat en weg? En niet straat of weg? Die vond ik ook heel erg leuk. Met veel verschillende mensen. Daar waren vooral de Utrechtse ondernemers die de antwoorden gaven. Sterven echte Utrechters uit? Laten we eens kijken hoe het zit met het Utrechts van mensen die voor de gemeente werken. Wat is een term? Een wat? Een wat? Een wat? Wat? Geen idee. En wat? En als ik nu zeg, ze hebben op mijn kleine teeltje getrapt. Ja, denk ik een teen. Ze hebben op je kleine teentje getrapt. Ja, wat is er nou allemaal voor nodig om een vlog te kunnen maken? Eerst moet je een onderwerp hebben natuurlijk. En dan ga je denken van, wat wil je daarvan weten? En wie kan me daar meer over vertellen? Dus dan ga je op zoek naar iemand die daar van bepaalde onderwerpen dingen weet. Een scriptje maken, filmen, met een cameraatje. Je bent net in Japan, hoe je aan het lopen bent door de straten. En uiteindelijk moet je alles aan elkaar monteren. En dat is hem. En dat doe je zelf ook? Ik doe alles zelf, ja. Dus ik bedenk het, en ik schrijf het, en ik film het, en ik monteer het, ja. Ondiep is een volksbuurt uit begin vorige eeuw. En zolang ik mij kan heugen, zit er al een slager. Dus als iemand weet waarom Ondiep Ondiep heet... Gijs, slager in Ondiep. Waarom heet het hier zo? Nou, dat zal ik eens even vertellen. Hier verderop loopt de Vecht. En vroeger waren er helemaal geen dijk omheen. Ja. Dus er stond hier overal water. En hier ook een klein beetje water. Dus het was hier wat ondiep water. Dus vandaar dat het hier ondiep heet. Heel makkelijk. Eigenlijk is het ondiep in plaats van ondiep. Ja. Kijk er nooit meer in. Nee. Als je nou een vlog over de rode brug zou moeten maken, wat zou er dan in moeten? De hoeren. Dat is echt, ik vind, ja, ik kom nog uit een tijd, ik ben zo oud, dat we nog echte Utrechtse hoeren hadden. En die waren gewoon geweldig. Een vriend van mij liep de krant daar. Die kreeg met oud en nieuw, kreeg die voor je. Daar werd je niet goed van. Of hij bracht de krant en Jochie gaat even bij Murk een bal gehak halen. En dan ging die bal gehak halen en dan kreeg hij 50 gulden mee. En dat mocht hij houden.
supervrouwen. Die kwam je na de hand kwamen ze tegen in de kroeg als ze uitgewerkt waren. Kon je mee lachen. Dat was echt heel erg leuk. Dus ik mis wel een beetje dat. Het leek toch een beetje, als je dan over de Manningsbrug reed en je keek zo het zandpad op, dan leek dat een beetje op kermis. Weet je wel, al die lichtjes en die auto's en dingen. Ja. Oké, ja, dus bij de Rode Brug hoort dat. En het Vechthuis. Eeuwig zonde, ik heb daar zoveel feesten gegeven. Het Vechthuisweg vind ik zo jammer. Dat is echt geweldig, want daar kon alles. Waren geweldige mensen.